Politie Meldkamer, goedemorgen. Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen de politie, gemeenten en de burgers. Via Burgernet kunnen we mensen vragen om uit te kijken in de buurt naar verdachten van bijvoorbeeld een overval of een inbraak of vermiste personen. Waardoor we op dat moment honderden ogen en oren extra hebben in de buurt, in de wijk, die ons mee kunnen helpen om degene te vinden. Burgernet vraagt burgers om na een oproep mee te kijken met de politie. Hoe meer ogen en oren meedoen, hoe sneller de politie een zaak kan oplossen. Burgernet werkt heel eenvoudig. De meldkamer kan direct een burgeractie starten nadat zij melding hebben ontvangen van een inbraak, een overval of een vermissing van een persoon. Bij een burgernetactie ontvangen de burgerdeelnemers een sms-bericht of een spraakbericht met het verzoek uit te kijken naar de betreffende persoon of het voertuig wat genoemd is. Als de burgerdeelnemers vervolgens iets zien, kunnen zij bellen met het gratis nummer van Burgernet 0800 0011, waardoor ze direct contact krijgen met de meldkamer. De centralist van de meldkamer speelt vervolgens informatie direct door naar de politieeenheden op straat, waardoor zij nog gerichter kunnen zoeken. Na afloop krijgen de Burgernet-deelnemers altijd bericht over het resultaat. Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken, waarbij op dat moment een redelijk signalement bekend is van de persoon die wij zoeken of het voertuig waar we naar op zoek zijn. Hierbij gaat het als voorbeeld om inbraak of vermiste personen, overvallen of doorrijden naar een aanrijding. Iedereen kan zich aanmelden vanaf 16 jaar en ouder. En je kan je aanmelden vanaf je woonadres, maar je kan je ook aanmelden op je werkadres. Dat Burgernet werkt blijkt uit het feit dat zich nu al ruim 1 miljoen mensen hebben aangemeld via www.burgernet.nl. Landelijk wordt ruim 1 op de 10 acties direct succesvol afgesloten dankzij Burgernet. Maar dit kunnen we natuurlijk nog succesvoller maken als meer mensen zich opgeven voor Burgernet. Dat Burgernet goed werkt bleek bij de opsporing van het zoontje van Mariska Lux. Ja, mijn zoon Gijs, die was destijds 10 jaar. Die was met zijn broer en nog wat vriendjes aan het spelen buiten in de sneeuw en op het ijs. En op een gegeven moment kregen ze dus ruzie, hij met zijn broer, en is hij boos het ijs opgelopen. Ik was binnen aan het rommelen en ik hoorde op een gegeven moment een vriendje heel wat zijn naam roepen. Een manier dat ik dacht van wat is er aan de hand? Dus ik ben naar buiten gegaan en zei waar is Gijs? Die is boos weggelopen. En op de een of andere manier gingen er al alarmbellen af. Zo van dit is anders, dit is niet zomaar een beetje boos en het komt wel weer goed. Dus we zijn meteen gaan zoeken met 5 man. En op een gegeven moment heb je alle rondjes 3 keer gelopen. En weet je echt niet meer waar je dan nog moet kijken. En toen heb ik 112 gebeld. En die waren ontzettend snel ter plaatse. Die waren nog bijna eerder bij mijn huis als ik weer terug was. En vrij rap kwam ook de vraag van 112 of het goed was dat Burgernet ingezet werd. Of ik dat goed vond. Ik zeg, dat is goed. Ik zet alles in. Maakt mij niet uit. En of zijn naam genoemd mocht worden. Alles. Ik vond het allemaal prima natuurlijk. En toen was het, 10 minuten nog, dat de melding kwam dat hij waarschijnlijk gevonden was. Door iemand van Burgernet dus, die zich had ingeschreven. Ja. Ik had het nooit kunnen bedenken, de plek waar hij gevonden is, dat hij daar zou kunnen zitten. In een park, in het donker, waar echt gewoon geen hond meer komt om die tijd. En ik moet er niet aan denken wat er was gebeurd met hem als het nog heel veel langer had geduurd. Het idee dat er echt zoveel mensen benaderd worden via Burgernet en dat die hem helpen uitkijken naar hem, dat is echt superbelangrijk geweest. Heeft u informatie over de Burgernet-actie? Daarom zou ik iedereen willen vragen om erover na te denken om zich vandaag nog aan te melden bij www.burgernet.nl.